Steven, je werd nog harder toegejuicht dan Tadis, bijna. Nee, moet het niet overdrijven. Nee, maar als je naam wordt genoemd, is toch een momentje? Nee, tuurlijk. Wat hoorde je? Nee, het viel echt niet tegen. Goed, een mooi steuntje in de rug, denk ik. Ik was vanochtend niet zenuwachtig, maar ik was wel benieuwd, zeg maar, hoe dat zou gaan. En uiteindelijk is hem dat zeker niet tegengevallen en ben ik daar wel dankbaar voor. Het voelde wel goed in ieder geval. Waar hield je rekening mee met dit scenario? Nee, weet ik niet. Het was een beetje moeilijk in te schatten, denk ik. En eerste keer in het nieuwe stadion eigenlijk. Voor de rest eigenlijk daarna losgelaten en me gefocust op mijn spel. Maar het werd nog erger, hè? Want elke keer als jij de bal kreeg, dan ging iedereen weer los. Ja, nou, geeft dat is leuk. Geeft dat heel veel energie? Ja, in de wedstrijd let je daar niet heel erg veel op. Want je bent wel echt gefocust, maar voor de wedstrijd wel. En wat ik zeg, is mooi. Hoe vond je dat het ging, een helft? Ja, goede momenten gehad, denk ik. Ik voel wel dat ik fysiek zeker nog stappen kan maken. Mijn laatste 90 minuten was in de play-off. Dat is denk ik 2 maanden geleden alweer. Met een EK ertussen. Dus en in de intensiteit die hier gevraagd wordt in het druk zetten, dat ligt hoog. En ja, daar moet ik naartoe groeien. Die stappen moet ik zetten en ik kan niet wachten. Moet je ook nog wennen aan de manier waarop dat gaat, dat druk zetten en dat bewegen? Dat gaat wel steeds beter. Tuurlijk is dat altijd afhankelijk van trainer wat hij daar graag wil zien voor jouw positie. Ik luister, ik kijk om me heen en ik probeer dat zo snel mogelijk op te pakken. Voor mijn gevoel gaat dat wel goed. Alleen nu is het nog de fysieke inhoud om dat blijven vol te houden. 8e minuut volgens mij. Bal aan de rechterkant. Ja. Weet je wat ik op doe? Die crosspaas. Oh ja, toch? Ja. Nee, is dat heel vanzelfsprekend? Ja, die heb ik wel vaker gegeven. Ja, dat wel. Deze was een beauty, hè? Ja, die staat al op alle kanalen nu. Oké. Okay. Nee, dat was goed. En Daly weet dat ook, dat als ik naar binnen kom, dat ik het spel kan verleggen. Dat is wel een van mijn sterke kwaliteiten. Dus dat was goed. Als je zo'n bal geeft en hij komt aan, perfect op maat aan de andere kant, is dat dan zo'n vreugdemomentje in je lijf? Ja, tuurlijk voelt dat goed. En eigenlijk sluit je daarna gelijk bij om weer mee te gaan in de aanval. Dus nee, dat zijn leuke momenten. Ten Hag zei vanavond, we gaan heel veel plezier beleven aan Steven. Okay. Hoeveel plezier beleef jij nu al in die korte periode aan Ajax? Ja, ik moet zeggen, ik ben fantastisch opgevangen door de club en door de staf en de spelers ook. Ik heb echt het gevoel dat ze blij met me zijn. En uiteindelijk is het mooiste van teamsport dat je samen voor iets gaat en samen dingen gaat bereiken. En daar wil ik aan bijdragen, dus daar heb ik heel veel zin in. En wat vind je van het team, de speelstijl? De spelers om je heen, de kwaliteit? Ja, heel erg goed. En ik denk ook een hele goede balans in het team. Qua jonge spelers en hiërarchie en oudere spelers. En loopt gewoon ontzettend veel kwaliteit, denk ik. En dan was iedereen er nog niet eens vandaag. Nico was er nog niet, Alvarez niet, Anthony niet. Rensch was geblesseerd. Dus zo hebben we denk ik een mooie groep bij elkaar om voor veel dingen mee te strijden. Zin om een prijs te winnen? Ja, zaterdag. Klaar voor? Ja, zeker. Ik ga goed mijn herstel pakken en... Let's go.